Goedemiddag allemaal, dit is even een korte vlog, gewoon het kan. Allereerst welkom in 2019. Ik heb het al vaker gezegd. Het is een nieuw jaar, nieuw rond, nieuwe kansen en wel mijn zin in. Ik heb op zich een goede week gehad, goede PB-gesprek gehad. Een paar gesprekken gehad op het werk en ja, het is weer weekend gelukkig. Ik heb het wel toch eens gepakt vanochtend. Vanmiddag wil ik lekker uitslapen vanmiddag. Gisteren heb ik een drinkavondje gehad, dus ik was erg brak vanochtend. Vanmiddag. Het is bij mij al 4. De vorige vlog ga ik veilen, die is niet goed gelukt. Ik heb gewoon mijn zusje zitten zeiken. Moet ik niet meer doen. Dus dat sorry daarvoor. Maar die komt niet online. Omdat ook niet zo leuk is. Dus vandaar. Dan gaan we beginnen deze video. Zoals jullie zien heb ik een nieuwe broek aan. Het is een hele chille broek. Het is een G-style broek. Ik heb hem vorige week gekocht met mijn broer samen in Arnhem. En ik heb een goede schik mee. Deze beamtrui heb ik een jongen al gekocht een paar jaar geleden. Ik heb super tof nieuws. Jullie weten allemaal dat ik zo naar het Fanfestival toe ga. Maar ik ga waarschijnlijk ook de jongen dag 2019. Ik weet niet of ik vervoer heb. Maar dat is wel gaaf. Daar heb ik heel veel zin in. Dat is over een maandje. En ik moet even vertellen. Nou, ik ben alleen thuis zoals je ziet. Ik heb mijn CD van de Lecrae aan staan. Super tof CD. Ik heb mijn moeder ooit besteld. Heel gaaf. Ik zal hem wat laten horen voor jullie. Hij doet het goed, hè? Geniaal, de klok gaat nu, dus dat betekent dat het 3:30 is. En mijn ouders zijn niet thuis. Mijn zusje komt 6:30 thuis, die is werken vandaag. Ik moet nog wat dingen bijwerken, zie ik. Ik ben niet aan toegekomen. Ik ben beetje druk vandaag, dus ja. Ik vind het heel tof dat jullie mijn video's en foto's kijken, Instagram en zo. En dat geeft me motivatie door te zetten met alles. En door te zetten met filmen. Ik zit momenteel in een moeilijke strijd in mijn hoofd. Het wordt ook een serieuze video, want de weekenden gaan op zich wel iets beter. Ik kreeg gisteren van huis genoeg te horen dat ik me aardig... momentje hoor. Ik ga een brief terug. Ik ga zo vertellen. Momentje jongens. Oh, 26 weken geleden. Even kijken wat een briefje ik heb gekregen. Maar goed, dit wordt een serieuze video. Ik leg mijn tablet even uit. Of even uitloggen. Zo. Want ik wil jullie even wat vertellen, iets korts. Ik weet dat ik heel veel klaag. Ik weet dat ik heel veel negatieve dingen op internet zet. En ik probeer goede gesprekken te hebben. Ik weet dat mijn geheim me volgt. Heel veel mensen volgen mij op YouTube. Vind ik heel tof. Ik heb 36 abonnees. Dus dat is heel tof. Dan wil ik je in ieder geval bedanken dat jullie mij volgen. En mijn video's waarderen. Het is prachtig weer. Het is droog. Ja, prachtig weer. Ik moet nog een fiets schoonmaken. Ik heb geen zin in. Ik kan wel met zijn visie niet, dus dat scheelt. En dan heb ik een paar dagen alleen maar in het zuur staan. Ik heb in ieder geval super tof oud en nieuw gehad. Super toffe week gehad. Ik heb goed slapen verder. De vlogs worden geen kwartier of 10 minuten meer. Dat ga ik niet meer doen, want ik heb zo niet heel veel te vertellen eigenlijk. Maar waar ik met dus mee zit, is dat ik regelmatig een medicijn te laten neem, waardoor ik een beetje murig word. En morgen is het zondag, dan moet ik fris opstaan. En wakker worden en naar de kerk toe en zo. En morgenmiddag ga ik bij een oom bakken drinken.
Dus dat is op zich wel leuk, op zich. Ja, dus vind ik het tof dat kan dat mogelijk is. Zoals jullie zien is dat mijn tas daar. Dat is het werkt als mijn weekendtas. Er zit heel veel kleren en heel veel spullen in voor de zinnen voor dit weekend. Dus dat is wel tof. In ieder geval, vergeet te abonneren op het kanaal. Dat heb ik veel leuk vinden. Laat een leuke comment achter op deze video. Dat zou ik leuk vinden. Ik praat veel binnen Spons, ik weet het. En ja, voor de rest. Ik voel me voor de rest wel op zich wel redelijk oké. Okay. Jullie weten allemaal dat ik trouwens een fotoboek heb van Bella Italia. Ik heb hem al een keer laten zien op YouTube. Dat is deze. Heb ik afgelopen zomer gekregen van Adios reisdag. Ik ben er super blij mee. Ik heb heel lang meer meegenomen. Dus die ga ik dit weekend ook even proberen lezen en bekijken. Want het is natuurlijk hartstikke mooi hoe gaaf vakantie ik heb gehad. Maar wat ik wil precies in deze video nou uitleggen aan jullie. Ik heb al heel veel video's gemaakt en raps gemaakt over autisme. En ik ben steeds hier toegekomen om een nieuw hoofdstuk over autisme te vertellen. Ik ben regelmatig heel overprikkeld. Dat ik dan heel moe ben na een dagje werk of een dagje weekend of een dagje bij mijn ouders of waar in Wageningen. Maar ik ben dan zo moe dat ik nergens zin heb, dat ik heel negatief ben. Alleen wil bijslapen en gewoon bij niks wil doen. En zo'n dag had ik afgelopen dagen. Ik was donderdag een beetje depri. Ik had weinig zin in dingen. En was het woensdag? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik was een beetje depri, een beetje moe en weinig zin. Ik heb woensdag wel lekker gebaden trouwens. Vond ik veel tv gekeken. Ik heb de halve week niet ontbeten, daar ben ik even heel eerlijk in. Dus het gaat volgende week gewoon veranderen. Dat zei ik vorige week ook, dus ja, moet ik toch maar doen. Het is nu weekend, ik hoef maandag pas weer te werken. Even een paar dagen uitrusten, even een paar dagen chillen, een paar dagen relaxen. En ja, ik ga volgende week dinsdag met een collega op bezoek bij haar thuis. En wat drinken en bij haar eten, dus super gezellig, super leuk. Ik heb het al op klein doorgegeven, dus ze weet in ieder geval dat ik niet meer eet. Dus dat is wel tof. Ik hoef al een paar weken niet te koken en de taken af te doen. Dus ik heb volgende week mijn kamer stofgezogen. En de gang heb stofgezogen. De badkamer moet ik dan volgende week ergens een keer doen. Maar het komt allemaal goed, jongens. We hebben al een heel jaar. Maar wat ik wil zeggen in deze video is dat hoe je ook bent, wat voor autisme je hebt of wat voor een beperking je hebt. We zijn allemaal uniek, we zijn allemaal mensen. En dat wil ik even zeggen. Maar nou kom ik er weer niet overheen wat ik wil vertellen. Het PNOS beperking, het autisme, valt niet mee. Je komt bij je plekken, je komt bij kamers, bij andere mensen in huis. Je weet niet goed wat je moet zeggen, je voelt je heel onrustig en stil. En ik heb heel erg moeite met maaltijden. En wat ik in deze video duidelijk kan maken is, dat als je autisme hebt en je zit aan de maaltijd, dat je moeite mee hebt. Het hoeft niet bij elke autist te zijn, maar ik wel. Of autistische jongeman bedoel ik. Ik ben heel veel moe in mijn hoofd, heel druk. En altijd, ik heb hekel moeite met maaltijden. Ik ga nog 1 minuut door, jongens. Dus, ja. Ik heb ook heel veel buikpijn in het weekend. Komt dat ik dan heel druk in mijn hoofd ben of stress heb of wat dan ook. En moeite maaltijd heb ik al jaren. Ik kan nooit stilzitten. Ik moet altijd afruimen of het te doen hebben. Ik ben heel tot heel moe na een maaltijd na een dagje. Voor ik zondag zijn we bij familie Verbrenk geweest in Kerstra. Was super tof, was super gezellig. Goede gesprekken gehad. En ik ben achter mijn eigen gekomen dat ik best wel breekbaar ben. Ik ga niet huilen deze video, vind ik bijzonder. Maar ik ben best wel breekbaar, we zijn allemaal kwetsbaar. Allemaal kwetsbaar. En ik heb goede gesprekken met die mensen gehad. We hebben lekker gewandeld. Foto staat op Instagram. En ik heb hij is heel veel geliked. Daar ben ik heel blij. Dus de many thanks ervoor, jongens. Heel erg bedankt. Ik was top door het dat jullie kijken. En heel erg bedankt aan alle volgers die kijken. Alle mensen die al geabonneerd zijn op mijn kanaal. Super tof. Ik ben er heel blij mee. Dat waardeer ik echt. En ik ga mijn YouTube-kanaal een beetje bijwerken vandaag. Ik heb nog alle tijd ervoor. Ik praat heel veel. Dus ik ga morgen bij mijn oom een bak koffie doen. Zie met mijn tante even langs. Sowieso 's ochtends naar de kerk en 's avonds lekker relaxen. Dus dat ga ik sowieso even doen. Ik ga nog afspraken maken deze maand, dit jaar. En er komen super toffe dingen in petto. Ik ga er niet heel veel over vertellen, maar ik kan wel één zeggen. Het wordt een heel gaaf jaar met heel veel activiteiten. Heel veel evenementen, dus dat is wel heel cool. En ja, ik voel mezelf nu even wat minder fijn, omdat ik gewoon alleen thuis ben. Ik zit al te appen met mensen, gelukkig. Ik heb net ook wat geappt met wat mensen. En
Ja. Ik heb je hoofdpijn, speelpijn. Daar gaan we het er zo over, denk ik. Vanavond ga ik Wie is de Mol kijken, 2019. Super gaaf, een nieuw seizoen. Ik heb er heel veel zin in. Hot Content gaat ook beginnen. Maar dat ga ik dan een keer terugkijken. Op mijn telefoon of wat dan ook. Dus dat is wel heel tof. In ieder geval, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Het was een lange video. Het was een lange vlog. Het was een lange praatvideo. Maar ja, ik vind het super tof dat iedereen mijn video's kijkt. En ik krijg regelmatig reacties. Dat is ook leuk. Het is goed dat ik in staat om mensen naar huis gaan of tijdens mijn werk of weggaan. Maar goed. Ik ben heel snel afgeleid. Dat heeft ook met autisme te maken. Ik had heel druk in mijn hoofd, ik praat heel veel. Ik moet meer luisteren, meer mijn rust pakken. En ook meer mijn voetoefeningen doen. Want het is nog steeds niet over mijn voet. En ik heb al 3 weken niet voetbald. En ik kom nog 3 weken bij dat ik nog steeds niet kan voetballen. En ik kreeg vorig weekend te horen dat ik gezet had. Dus dat vind ik niet zo leuk om te horen. Ik weet dat ik veel snoep, ik weet dat ik veel eet en drink. Maar dan moet je niet zeggen dat ik gezet had, want ik ben niet dik. Ik ben een beetje breed, een beetje fors. Maar dat komt allemaal omdat ik gewoon niet meer sport. Ik voetbal niet meer, ik fitness niet meer, ik fiets alleen maar, ik werk keihard. Dat ook even zeggen. Zal ik even kwijt aan jullie? Hele lading van vertellen, hele lading van verhaal. Ik ben blij dat ik hier dit maar uitklep is, dat ik hier alles kan vertellen wat ik wil. Ik heb bedankt voor het kijken van deze video. Even meer vertellen. Ik ga zelf mijn oefeningen doen. Ik ga deze video online gooien. Ik ga hem bewerken. Ik ga een collage van maken en een Canva-dinges. Sjablon bedoel ik. Dus ik heb een hele fijne dag. Ik heb net op Facebook wat gedeeld dat ik even niet meer op Facebook ga. Of niet meer iets ga plaatsen. Dat ik even wat dingen op een rijtje moet zetten. Dus dan opent je dat kijken en dat waarderen. Of wat lezen en waarderen. En voor de rest, ik ga op Insta, YouTube en WhatsApp. Ik moet even rustig maar afkeren. Ik heb een beetje buikpijn. Maar ja, gaat erover. Nee. Dus dit was mijn update over autisme en over de weekenden. Ik ga de weekenden sowieso veranderen. Ik ga sowieso rustig aan doen het weekend. Op tijd uit bed komen. Ik beloof veel te veel. Dus ik moet minder beloven, laten zien dat ik het kan. Volgende week ga ik op tijd komen op het werk. Check vooral de foto's van gisteravond. Hoe het drinken was en hoe het gezegd was met mijn huisgenoten. Super toffe avond. Dus ik wens je een hele fijne zaterdag. Doe rustig aan, doe ik allemaal. In ieder geval vergeet niet te abonneren op het kanaal. Doe een duimpje omhoog of je het leuk vindt. Laat een leuke comment achter. Hele fijne dag verder. En dan zie ik vanavond en morgen bij een nieuwe video. Ciao, doeg.